Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Tessa de Vries. Ik ben programmamaker bij Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Het platform voor kennis en reflectie. En vanavond is onze tweede avond in de reeks Wat is vrijheid? En dat is een serie die we ontwikkeld hebben in samenwerking met het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht en de Bibliotheek Utrecht. En een serie waarin we onderzoeken met wetenschappers en experts wat vrijheid nou eigenlijk betekent en wat het zou moeten betekenen voor ons. En vanavond gaan we dieper in op de digitale wereld. Dus hoe vrij en autonoom zijn we eigenlijk in een wereld die geregeerd wordt door data en algoritmes? Daar gaan we het over hebben. Daar gaat schrijver en essayist Bas Heijnen het vooral over hebben met twee fantastische gasten. Dat is allereerst essayist en filosoof Mirjam Rasch. Zij werkte als onderzoekscoördinator bij de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Ze schrijft voor onder andere De Groene Amsterdammer en voor Follow the Money. En in 2020 kwam haar boek Frictie, ethiek in tijden van dataïsme uit, waarin ze pleit tegen de ontwikkeling van dataïsme, dus ons heilige geloof in data. En de tweede gast is Dr. Joël Andersen. Hij is universitair hoofddocent filosofie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Ethiek Instituut. En hij houdt zich in zijn werk vooral bezig met autonomie en digitale ethiek. Dat gezegd hebbende, het is ongeveer een gesprek van 45 minuten. Daarna kunnen jullie ook mengen in het gesprek. En ook daarbij hartelijk welkom alle online kijkers. Jullie kunnen je ook mengen in het gesprek. Hier rechts van mij zie je een chatbox bij de YouTube livestream. Daar kan je vragen instellen. Die stuur ik weer door naar Bas Heijnen, zodat hij ze kan stellen aan de gasten. Vind je het nou heel leuk? Geef ook even een duimpje omhoog. Subscribe je op ons kanaal. Dat helpt ons heel erg om ons mooie aanbod een breder publiek te gunnen. We hebben voor de vragen straks een kleine werpmicrofoon. Die gaat Corine het publiek ingooien als er vragen zijn. Dus die kan je vangen, je kan je vragen stellen, je kan er gewoon inpraten en dan kan je hem weer teruggooien. Dat gezegd hebbende, wens ik jullie een ontzettend fijne avond, een mooi gesprek en wil ik graag een hartelijk applaus voor Bas Heijnen, Mirjam Rasch en Joël Andersen. Dankjewel. Welkom u, welkom Joël en Mirjam. Nou, jullie zijn al heel erg geïntroduceerd, toen heb ik nog twee kleine vraagjes. Wat doe je precies bij de Willem de Koning Academie? Dat noem je een klein vraagje, want ik werk daar nu een jaar ongeveer. Ik ben midden in corona van baan veranderd en ik ben ook nog steeds een beetje erachter aan het komen wat ik aan het doen ben. Maar eigenlijk aan kunstacademies wordt ook onderzoek gedaan, artistiek onderzoek. Dat is allemaal nog in ontwikkeling en nieuw en mensen weten ook niet allemaal helemaal precies hoe dat eruit ziet. En ik ben daar eigenlijk om nou ja, te helpen dat vorm te geven, ook in het onderwijs vooral. Ik ben nog niet helemaal achter, maar... Maar heeft het ook te maken met het onderwerp van je laatste boek of zijdelings? Want daarvoor was je in Amsterdam bij de hogeschool en toen was je echt wel bezig met digitalisering en de effecten van digitalisering. Ja, daar is mijn boek wel echt uit voortgekomen. Toen werkte ik als docent-onderzoeker naar deze onderwerpen. En ik gaf les in de minor filosofie, dus media- en techniekfilosofie. Doe nu wel echt iets heel anders, maar het is bijvoorbeeld wel interessant dat autonomie is natuurlijk ook een belangrijk begrip in de kunst. Zeker in Nederland, autonome kunst is echt een begrip. En we hebben dan ook binnen de Willem de Koning Academie is er een onderzoeksgroep die specifiek zich bezighoudt met, die heet ook Autonomy Lab. Dus dat gaat specifiek over hoe autonomie in de kunst anders kan worden doordacht. Ja. Oké, nou dat is een onderwerp waar we absoluut veel over gaan praten straks. En Joël, jij bent filosofisch antropoloog, of dat is een van je onderwerpen. En ik ben heel benieuwd, ik kan me wel iets bij voorstellen bij allebei, maar in de combinatie, waar moet ik dan aan denken? Nou, ik geef bijvoorbeeld een cursus wijsgerige antropologie, die gaat over een paar weken beginnen. En we beginnen met onbehagen in de cultuur. Weet je alles van. Waarin we dan de vraag stellen, wat is de mens? Maar ook, hoe wordt de mens vervormd, gevormd, uitgedaagd in verschillende contexten? En dan, wat zijn de uitdagingen, wat zijn de verschillende theorieën over hoe de mensen met die uitdagingen klaarkomt? Dus hoe kan je dan je autonomie toch overeind houden in een situatie waarin je het gevoel hebt speelbal te worden van allerlei krachten. Bepaald wordt door je omgeving. Dus en dat door is, je... Ja.
milieu. Maar wat voor mij vooral interesseert is die spanning tussen de wijzigende antropologie, dus discussies over de menselijke natuur, hoe die gevormd wordt, en de sociaalfilosofie, waarin ik me bezighoud met vragen over rechtvaardigheid en welke instituties tegemoetkomen kunnen bieden voor de ontwikkeling van autonomie onder andere. Ja. Nou, vanavond gaan we het specifiek hebben over hoe we autonoom kunnen zijn in de digitale wereld. En ik had eigenlijk een heel groot beeld, maar dat kan me allemaal niet van om dat nog technisch te regelen, maar ik kan het wel beschrijven. In 2006 had Time Magazine een cover, en ik weet niet of jullie weten waar ik het over heb, maar er is een grap, een meme-grap op internet, zeggen mensen altijd, als je je cv een beetje wil pimpen voor een sollicitatie, dan kan je altijd zeggen, I'm person of the year 2006, Time person of the year 2006. Want de Time Person of the Year 2006 was you. En dat was een beeld. Het cover van Time was een beeld van een toen, ja, inmiddels heelal achterhaalde computer, desktop. Met een scherm in de vorm van een spiegelscherm. Dus als je Time Magazine kocht in de kiosk, dan zag je je eigen gezicht. En er stond de Person of the Year is you, heel grote letters. En er stond onder yes, you. Because you control the information age. Ja, jullie beginnen allebei te lachen. En ik denk in deze zaal ook. Dat was echt een ideologisch, kun je nu wel zeggen. Of in ieder geval modieus gedreven gedachte. Dat digitalisering de macht, zullen we zeggen, bij het individu zou leggen. En in ieder geval was dat toen een boodschap die erin ging als koek. En dat was, denk ik, nou, ik kan me herinneren, maar ook nog wel. Ja, dat mensen toch dachten, ja, er is een soort shift aan de hand. En nu krijgen we een soort geëgaliseerd speelveld in de samenleving. En mensen kunnen invloed uitoefenen enzovoort enzovoort. Een hele, ja, hele grote verwachting die een beetje in de lijn lag van de eerste internetgoeroes, zullen maar zeggen, die dat Necroponte en zo, die echt een nieuwe wereld aankondigden. En jij refereert er ook aan in dingen. We hebben nu de Social Dilemma gehad op Netflix. En dat beschrijft een totaal andere wereld. Namelijk waar het individu, die zogenaamd, die doesn't control the information age, but is controlled by the information age. Dus een totale verschil in gezichtspunt. Wat is in die tussentijd gebeurd, is mijn vraag. Ja. Poeh. Ja, nou, heel veel, want dan hebben we het over 15 jaar. Mm-hmm. Is niet zo lang. Nee, maar het is wel interessant om te bedenken dat in 2006 bijvoorbeeld de iPhone er nog niet was. Ja. Dus wat er is gebeurd is ten eerste bijvoorbeeld de smartphone. En de smartphone met bijbehorende apps. Dus de app is denk ik zeker wel iets wat daar is gebeurd. Wat het internet mobiel heeft gemaakt. Wat fotografie mobiel heeft gemaakt, delen. Al die dingen die ook heel mooi klonken inderdaad in het begin. Maar waarvan we nu weten dat het vooral ook heel veel datastromen heeft opgeleverd. En nou ja, om met Mark Zuckerberg te praten, privacy tot een totaal achterhaald begrip heeft gemaakt. Ja, want in 2006 was hij nog de man, was hij de held ook. Ja. Dat hoort erbij, maar ja. Of in ieder geval daarna ook nog lang. En zijn slogan was to make the world more open and connected. Ja. Dat was elke keer. Heel dat toegankelijke hij ook, platform. In zijn hoodie, toen hij één keer zijn hoodie uittrok, stond dat heel groot. Ik denk dat we ook goed moeten onthouden hoe Facebook is begonnen. Dus dit was misschien het begin van het verhaal Facebook, zoals we dat van Mark Zuckerberg in de media te horen hebben gekregen en waar de media ook heel graag naar hebben geluisterd. Maar het is begonnen natuurlijk in die welberoemde dormroom, waar Mark Zuckerberg uit frustratie een platform maakte waarbij je vrouwen kon beoordelen op hun uiterlijk. En daar dan ook niet met de beste intenties, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat het belangrijk is om ook een soort van die origin story nog even terug te halen. Want dat ging dus daar al meteen om macht uitoefenen, controle,
over mensen, over beeldvorming, over reputaties. Daar heeft natuurlijk ook meteen heeft het ook met geld te maken, want de dotcom-bubbel was nog voor 2006, dus geld en internet was al heel erg met elkaar verbonden. Dus het is inderdaad een interessant moment, maar misschien juist ook omdat daar, ik schrijf daar ook al veel over, die mooie retorische verkoopverhalen echt begonnen de wereld te veroveren. Maar, en dus, ook een beetje een smokescreen, denk ik. Maar er was ook wel iets, en ik denk dat dat centraal staat bij zijn de gedachte. Goed te verstaan trouwens? Ja. Ja. De gedachte achter zo'n kafje van Time was ook dat jij hebt het voor het kiezen. Ja. En ik denk die keuzevrijheid, dat was echt een ding. Dat is wel een transformatie in die tijd geweest. Veel meer keuzemogelijkheden. En ik denk wat in de tussentijd is gebeurd, is naast die machtsverschuivingen en de manieren om commerciële belangen te bereiken met het omgaan met die keuzes die we maken, dat we ook hebben ontdekt dat gewoon die brede keuzevrijheid niet zo erg veel oplevert als je niet waardevolle keuzes hebt. Mm. Maar die keuze, ik bedoel, we zijn gewoon ook gewend geraakt aan een enorme aanbod aan keuzemogelijkheden. Alles personaliseren, alles instellen enzovoort. En de beschikbaarheid van alles. Ja, dat willen we denk ik niet snel opgeven. Nee. Dus ik wil het niet verheerlijken, maar ik denk we moeten ook meenemen dat wel een verandering is. Die dan dus deels was deel die belofte, zeg maar. Die was, die heeft, die is. Ja. Je kunt ook zeggen, het is misschien wel het hoogtepunt, niet misschien ook het eindpunt van een enorm individualiseringsproces, waarin plotseling het individu in de liberal societies en ook wel in niet zo liberal societies, die werd plotseling een soort koning, zal ik maar zeggen. Op ieder geval werd hem koningschap toegedicht. Hè. Je kreeg opeens je was niet meer afhankelijk van instanties boven je, dat was de belofte, maar je kon het zelf regelen, je kon ook grassroots, je kon makkelijk hele revoluties konden uitbreken door de apps en door de Twitter. Dus dat was ook een enorm optimisme. Hè. Toen later dat de wereld kon veranderen door die technologie, dus het was plotseling een soort democratisering en individualisering. En economisch gezien was het ook natuurlijk wel gestuurd door aanbod. Dus het idee was, de consument had het voor het kiezen, veel keuzevrijheid. En wat pas later kwam, was die dynamiek van, wij willen ook natuurlijk die keuzes die mensen maken, voorsorteren, vormen, beïnvloeden. Maar er was aan het begin vooral het idee van, de wensen die zijn gegevenheden, wij bieden alleen meer producten die mensen kunnen kiezen. En nu is dat een beetje omgedraaid. Ik denk dat die belofte die ging nog veel verder. Als je terugdenkt aan dat vreselijke woord prosumer. Dus in die tijd waren we niet alleen maar bezig met keuzes, volgens mij. Keuzeaanbod of amusement, weet je wel. Je hoeft je nooit meer te vervelen. Je was ook niet per se altijd een koning of zo, maar je was deel van het netwerk en je maakte dingen. Dus daarom was het internet ook van jou, omdat je was iemand die produced, dus je produceert en je consumeert. Dus twee kanten op. Interactieve media. En dat produceren van content, eigenlijk wordt daar niet zo heel veel meer over gesproken, maar dat heeft natuurlijk ook wel aan de basis gestaan. Van het produceren van data bijvoorbeeld. Ja. Of het produceren van je eigen profiel, waar je dan vervolgens zelf geen eigenaarschap of zeggenschap meer over hebt. En ook mogelijkheden tot expressieve uitdrukking. Die daarmee gepaard gingen. Ja, zeker. Daarvoor, voor de opkomst van Facebook, was het echt een enorme karwei om een webpagina op te stellen, waarin je dan je boodschap kon overbrengen. En Facebook en andere producten hebben die drempel enorm verlaagd om dan iets te gaan creëren. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke aspect is, ook van die
jij bent de baas, gevoel, dat je dan ook creatief bezig kon zijn. En zelfanscenering, hè? De selfie, je vakantiefoto's delen. Dus je kon jezelf enorm in het middelpunt wanen. Met de hele wereld. En die schaduwkant is natuurlijk precies het tegenovergestelde. Dat je ziet jezelf als een subject wat vrijheid beloofd wordt. En autonomie beloofd wordt, om het thema aan te halen. En tegelijkertijd word je, zoals in het Engels, preyed upon. Je wordt eigenlijk gezien als een object wat dingen levert en zelfs geëxporteerd kan worden. En zelfs op een hele onpersoonlijke manier. Dus dat persoonlijke is een soort fictie. Ben je het daarmee eens? Mass personalization, dat is een collega aan Willem de Koning Academie, die doet daar onderzoek naar. Dus hoe inderdaad de personalisering die we op alle plekken op het internet vinden en die inderdaad ook terugvoert naar die eerste jaren van de sociale media, zo'n selfies en vlogs en weet ik veel wat allemaal, is een massaproduct geworden. Dat is een interessante soort paradox. Hoe kun je mass personalization denken. Ook denk ik een paradox die in een hele lange traditie staat. Het is echt niet iets wat in de 21ste eeuw pas is uitgevonden. Hè. Ik bedoel, de massacultuur die gaat al veel verder terug. Dus ik denk zeker wel dat daar... Ik moet ook zeggen, hè, ik ben zelf ook, niet groot geworden, want daar ben ik te oud voor, maar ook niet... hoe zou ik dat zeggen? Maar ik ben ook begonnen op dat internet voordat ik een boek had, voordat ik hier bij jou in een gesprek zou zitten. Omdat het kon. Hè? Dus als ik het heb over 2008 in mijn geval, ben ik begonnen met bloggen en was rijkelijk laat. Maar dat was wel omdat het heel makkelijk was om je eigen website te maken. Toen zat nog niet iedereen opgesloten in de Facebook-economie. Maar had je nog best wel een bloeiende bloggemeenschap waarin je gewoon je eigen pagina had. En dan typte je dan twee keer per week een stukje op. En dat lazen mensen dan. En dat zetten ze op Twitter en inderdaad op Facebook en op Hives en zo. En dan had je een netwerk. En dat werd gelezen en gevonden vervolgens door Google. Waardoor, als je maar lang genoeg je best deed en je kon ook een beetje schrijven. Nou, in mijn geval ben ik daardoor bijvoorbeeld bij de Groene Amsterdammer gekomen. Omdat zij mijn stukken hebben opgemerkt. Dus... die democratisering en dat maken van het internet... was geheel. Was ook echt wel zo. En ik denk dat... wat is er gebeurd sindsdien? Dat is wel een hele complexe, interessante, moeilijke, belangrijke vraag... die ook te maken heeft gewoon met heel veel commercialisering. Die ook te maken heeft met... dat mobiel worden ervan, denk ik, wat natuurlijk in 2008 wel was, maar dan duurt een paar jaar voordat iedereen mobiel internet heeft en het ook overal bereikbaar is en dat soort dingen meer. Dus dat is een interessante periode inderdaad, waarin we ook zijn ingesloten in inderdaad de smartphone-economie, de like-economie, heel veel economie. Ja, want als ik je goed begrijp, deelde jij... deels, niet zo ideologisch, commercieel als Time Magazine het bracht, maar je deelde wel een bepaalde meer het optimisme in ongeveer diezelfde jaren. En als ik jouw boek nu lees, dan is het echt een soort, een soort verzetsroman bijna. Van mensen die mensen moeten zich eigenlijk wapenen tegen die digitalisering, maar ook optimalisering en mechanisering van het ik, zullen we zeggen. Ik vat het even samen. Ja. Dus het is je bent zelf ook totaal veranderd qua gezichtspunten op. Die vrijheid die je toen nog wel, die je vond juist in die digitalisering, is nu ben je bezig met te ontsnappen. Tot zekere hoogte. Ja, nee, dat is helemaal waar. Maar ik denk wel dat het komt bij mij wel voort uit die liefde die ik toen heb ontwikkeld voor het internet, om maar zo te zeggen. En alles wat ik er ook aan te danken heb. Hè. Dus het is. Ik zou ook niet terug willen naar een tijd voor het internet. Maar soms denk ik wel eens, die mooie oude tijd van rond de eeuwwisseling of zo. Dat je nog een beetje zo met je HTML'tje zat. Ik denk dat. Dat ik ben inderdaad heel kritisch geworden, maar het is niet omdat ik per se kritisch ben op technologie, maar
Eerder omdat ik bang ben voor wat we kwijtraken, omdat het wel ook iets heel waardevols is. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Hoe is jou, was jij een techno-optimist? Ik ben nog steeds. Nog steeds? In welk opzicht? Nou, ik denk dat de standaard situatie van de mens is dat wij enorm veel hulpmiddelen nodig hebben om rond te komen. En te overleven. Te overleven, ja. En ook er zijn heel veel voordelen die gepaard gaan met een in toenemende mate complexe samenleving. En dat brengt met zich mee een behoefte aan die tools die ons helpt om daarmee om te kunnen gaan. Dus techno-optimist, dat suggereert dat ik niet kritisch ben. Ik ben heel kritisch over de manier waarop mensen bijvoorbeeld tools aangereikt krijgen, omdat het uit commerciële belangen wel voordelig is, maar eigenlijk je niet helpt om die problemen op te lossen. Maar als het gaat over een soort van negatieve technologische determinisme, van alles gaat naar de kloten, omdat de toenemende mate technologieën een rol in ons leven spelen, ja, ik denk de mens is dan weer wel wat bestendiger daartegen. Dat vind jij ook, hè? Ja. Want jij gebruikt het woord valse romantiek als het gaat over van soort pre-digitale tijdperk of zo. Dan zeg je, ja, maar daar gaan we niet naar terug. Dus dat is... Ja, ik bedoel, ook als ik denk, ik ben een vrouw. Ik heb mij door de smartphone ook wel heel veel veiliger kunnen voelen. Bijvoorbeeld als ik... Ja, als ik in een onbekende stad kom waar ik de weg niet weet, of als ik door het donker alleen naar huis moet. Het feit dat je een telefoon bij je hebt waarbij je altijd kunt opzoeken waar je bent, of altijd iemand kunt bellen om je te helpen. Ja, dat geeft in ieder geval mij, misschien hebben mannen dat ook hoor, voor mij als vrouw voelt dat in ieder geval wel als een enorme winst die ik niet heel snel meer zou opgeven. Dat is een opgeven, van de tools die je eigenlijk aangeeft. Ja. Zijn er natuurlijk talloze als het over gezondheid gaat. Maar het is natuurlijk ook er zit ook een drijvend principe achter die tools. Ja. Hè? Dat idee van de neiging om iemand te beschermen. Ik sprak voor NRC Hartmoed Rosa, een socioloog, filosoof. En die zei, ja, ik kreeg nu van een neef van mij, die was heel enthousiast. Want de nieuwe iPhone, die kan nu de zuurstof in je bloed meten. Ja. En hij zegt, het moment dat je weet als een iPhone de zuurstof in je bloed kan meten, terwijl je daarvoor eigenlijk geen idee hebt wat dat precies betekent, ga je het bijhouden. Althans, heel veel mensen. Quantified self. Dus op een gegeven moment ga je... Die tools worden op een bepaalde manier ook bijna als het extensie van je bewustzijn wordt eigenlijk gevuld door die tools. Is dat niet gevaarlijk dan? Of gevaarlijk is dat niet? Neemt dat niet heel veel ruimte in beslag op onze harde schijf in ons hoofd, zonder dat we dat nou echt... Vroeger maakten ons daar helemaal niet druk over. Dus die tools kunnen ook op een bepaalde manier als het over... Een al te groot belang innemen. Ja. Terwijl vroeger kon je het leven best wel zonder die zuurstof in je bloed doorkomen. Ja, ik heb elke ochtend als ik opsta en mijn vrouw en ik spreken elkaar aan het begin van de dag. Vraag ze, hoe heb je goed geslapen? En dan moet ik eerst even checken. Ja? maar dat is voor een deel omdat ik heel lang verkeerde inschattingen hadden van hoe goed ik had geslapen. Ja, dat kan je. Dus die blinde vertrouwen op, ik voel me nu goed, dus heb ik goed geslapen. Dat heeft in mijn geval in ieder geval als niet de beste indicatie bewezen voor hoe alert ik in de rest van de dag ben. Ja. Dus wij hebben iets aan die tools, maar het is ook, en ik wil dit niet te makkelijk zeggen, we hoeven die tools niet te gebruiken. Er komen wel situaties waarin mensen niet omheen kunnen dan dat ze met social media bezig moeten zijn. Anders zijn ze gewoon echt een loser enzovoort. Dus ik geef toe, er is een enorme druk daarbij. En de coronapas, is ook een vorm van, je kan niet om die tool helemaal heen. En het is een beetje flauw om te zeggen van, je hoeft het niet per se te doen. Mm. Dat is een lege vorm van vrijheid. Sociale druk, hè? Dat zie je ook met... Maar ik denk, mensen kiezen welke tools ze willen gebruiken. En sommige... Ik zit niet op Facebook. Je kunt er wel omheen, toch? Ja. Want er wordt ook wel te makkelijk gezegd, vind ik.
ach, maar je kunt al helemaal geen leven meer leiden als je geen Facebook hebt of misschien geen WhatsApp hebt. Misschien is dat zo bij mij, maar ik denk dat het meevalt. Ik denk dan ook wel eens inderdaad van, nou, ik zal wel een beroerd sociaal leven hebben als ik dat dan niet heb. Maar ik zou toch wel, is dat dan techno-pessimisme of optimisme? Ik weet niet, dat zit er tussenin of zo. Ook het idee van, we kunnen echt wel wat autonomer kiezen voor welke tools we gebruiken. En we hoeven niet mee te gaan in dat determinerende verhaal van, ja, zonder kan het allemaal niet meer. En sommige dingen worden wel echt heel ingewikkeld, maar zoals bijvoorbeeld reizen met openbaar vervoer, vind ik, of pinnen. Ja. Pinnen wordt het wel echt ingewikkeld, zeker na corona. Maar ja, ik denk dat het wel zinvol is om elke keer weer te vragen van, maar kun je echt niet zonder? Of word je echt daar zo door gestuurd? Word je echt daar zo door gevormd? Ook die verhalen van, oh ja, je geest wordt daar door gevormd. Denk ik van, nou, je mag ook wat kritischer zijn tegenover die pessimistische verhalen. Juist omdat als je daar een beetje kritisch naar kijkt, kun je het gebruiken op een manier die waardevol voor jou is. Vind je zo'n documentaire als The Social Dilemma, vind je dat te pessimistisch? Ja, vooral heel ergernisverwekkend. Die tech bros met hun krokodillentranen, die ook wel heel interessant, hè? Spijt op tante zijn. Terwijl ze donders goed wisten wat ze aan het doen waren. Ze hebben zich laten meeslepen door van alles en nog wat. Maar dan moet je zeggen van, we lieten ons meeslepen. Dat zeggen ze dan ook wel. Maar ik denk dat zij ook nog steeds te hard vasthouden aan dat verhaal van, kijk eens wat wij allemaal met onze technologie kunnen doen. Wij kunnen gewoon, dan heb je die fictieve verhaallijn van die jongen die bij wijze van spreken, nou ja, heen en weer geschud wordt door allerlei kwade krachten die met hen bezig zijn. En dat is dus nog steeds het verhaal wat wordt verteld. Dat is ook het verhaal waarom zij spijt hebben. Terwijl we volgens mij heel kritisch naar het verhaal op zich moeten kijken. Van, ja, maar is het nou echt zo dat wij heen en weer worden geschud omdat het algoritme van Facebook ons een advertentie voorschotelt? Of moeten we daar een klein beetje... Ja, misschien zijn er meer, maar twee grote kritiekpunten die nu, of laten we zeggen, die best wel mensen zorgen baren. Nu veel groter publiek dan alleen maar in het begin een paar waarschuwende stemmen. En het eerste is natuurlijk dat alle data die je achterlaat voor altijd bewaard blijft. En dus men weet welke websites je bezocht hebt. Je weet waar je geweest bent. Dat hoef ik denk ik aan dit publiek ook niet uit te leggen. Maar laten we zeggen, alles wordt opgeslagen, beschrijf je ook. Hè. Dus dat is de ene nachtmerrie, dat er niks meer ongezien blijft. Althans, niets gekwantificeerd blijft. En het tweede is natuurlijk dat je beïnvloed wordt. Dus dat je gestuurd wordt, genudged, geneuromarket. Omdat men door neuroscience weet men steeds beter hoe men met technologie je hoofd binnen kan komen. En ik geloof dat die Peter Wu heet, de Attention Merchants. Is die Peter? In ieder geval Wu. Die schreef, en dat vond ik altijd wel een heel mooi beeld, dat als je in 1900 ongeveer de deur van je huis dicht deed achter je, dan kon eigenlijk niemand meer bij je komen. Althans, er kwam misschien een krant op de stoep te liggen. Maar eigenlijk, het was nog geen radio. Althans, die nog niet in je huiskamer. Dus er was eigenlijk niemand meer die in jouw ruimte, in jouw space kon binnenkomen. Van een bepaalde klasse. Ja. Ja, nou ja. In bepaalde landen. Ik bedoel, als je... het is gewoon echt in de grote geschiedenis van de mensheid. Is het een heel kleine periode geweest waarin we deze vorm van, deze idealen van privacy en zelfbeheersing van je eigen kasteel, je huis is je kasteel, cultuur hebben maar kunnen. Maar laten we zeggen, mensen genieten. Die minder goed af waren, die hadden dan buren of een landlord of wat dan ook, maar die hadden niet een techbedrijf of iemand Nee, ze hadden de kerk bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar kwam die in de kamer binnen? Ik bedoel, die was wel in je leven aanwezig. Ja, ik weet niet. Ik heb het niet meegemaakt. Ik wil niet idealiseren, maar laten we zeggen, nu is het vrij makkelijk geworden, althans, dat is de premisse, dus die tweede angst, hè, om een hoofd binnen te komen. En ook om bepaalde dingen in ons gedrag aan te spreken, waarvan je weet, als je op die knop drukt,
bij iemand, dan slaat hij zo aan. En nou ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel van die beetje doemachtige boeken mm-hmm. over geschreven. Hoe wij verslaafd gemaakt aan onze smartphone. Dit en dat. Dus dat zijn eigenlijk die twee punten. Die datavisering van onze leven. En aan de andere kant hoe we eigenlijk bespeeld worden. Ja. Maar er is ook een derde, minst. Ja, er is ook misschien een vierde. Dat is geweldmechanismen die in gang gezet worden door massaverschijnselen enzovoort. Maar de derde is die verpaupering van onze belevingswereld. Dat vind ik eigenlijk heel centraal in het boek. Mooi aan het boek. En dat is denk ik de onderscheider van die... kritiekpunt. Dat punt wat jij adresseert, die verpaupering, dat is eigenlijk een soort wat daaronder zit en wat minder grijpbaar. En dat vind ik ook mooi dat je dat in het boek doet. Want vaak gaat het natuurlijk over... Kijk, als het heel concreet is, ik wil niet dat mijn gegevens worden opgeslagen, of ik wil niet dat ik gemanipuleerd word. Dat zijn twee maatschappelijk-sociale fenomenen. En dat andere is meer, laten we zeggen, cultuurkritisch. En psychologisch misschien. Dus laten we even die twee punten vasthouden. Hoe erg zijn die? Ik bedoel, hoe erg is het gesteld ermee, met die twee punten? Jij gaat er toch uitgebreid op in je boek. Wat jij net een beetje aangaf, zeg maar, die mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, die geloven er zelf zo erg in, dat als ze naar de andere kant switchen, van de dark side naar de light side, dan geloven ze het nog steeds. Geloven ze het nog in steeds. In die almacht. Ja. Maar jij relativeert dat. Ja, dus ik denk dat dat tweede punt van de manipulatie, daar hebben we het net over gehad inderdaad, dat vraagt om wat relativering of scepticisme. Ik maak mezelf in ieder geval veel meer zorgen over het eerste punt, als het gaat over maatschappelijk opzicht. Dus dat alles over ons wordt opgeslagen wat kan worden opgeslagen, alles wordt gekwantificeerd wat kan worden gekwantificeerd. Onze gezichten zitten in databases, onze lichaamshoudingen, onze medische gegevens. Ja, volgens mij kun je het zo gek niet bedenken. Of als je met je smartphone over straat loopt, je voelt je dan lekker veilig. Maar het staat ook, is ook allemaal opgeslagen. Ja. En je weet niet wanneer dat gebruikt gaat worden. En dan vooral wanneer het tegen je gebruikt gaat worden. Want meestal wordt het niet voor je gebruikt. Ja. Ja. En veel mensen maken zich daar niet zo druk over. Want ze denken, ach, dat zal mijn tijd wel wezen. Of ik ben toch een goede burger. Ik hoef me daar niet mee bezig te houden. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we inmiddels toch al best veel voorbeelden krijgen. Waarbij je je toch echt zorgen moet maken, ook als je... Als je denkt dat je niks te vrezen hebt. Bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire. Het kan volgens mij letterlijk iedereen overkomen. Het is wel een grotere kans als je een andere dan een gezonde Hollandse achternaam hebt. Maar die dingen gebeuren dus al in onze maatschappij, in onze straat en in onze buurt. En zeker in Rotterdam, waar ik woon, gebeuren heel veel van dat soort dingen. Dus ik denk dat we ook moeten realiseren dat het al dichterbij is dan we denken. En dat, bijvoorbeeld met zo'n slimme energiemeter en nu de energieprijzen. Ja, weet je wel, dan heb je een beetje verbeeldingskracht nodig om daar scenario's uit te halen wat zou kunnen gebeuren. Maar ja, weet je wel, daar kunnen dingen gekoppeld worden als de nood hoog wordt. En we zitten er allemaal in. Want ik heb geen slimme energie meer. Maar ik denk wat hier, dus die ethisch gezien, is er een heel belangrijk begrip hierbij, die reversibility. Ja? Die onomkeerbaarheid van die verzameling van de data. Het feit dat ze zijn... Ik bedoel, je hebt het recht om vergeten te worden enzovoort, recht op vergetelheid. Maar dat is zo moeilijk te bewerkstelligen en eigenlijk stelt het uiteindelijk geen moer voor. Dus dat kunnen we niet terugkeren. En dat is eng. Want dan, dat is net zoals met klimaatveranderingen, we zetten processen in gang waar we er niet meer de baas over kunnen zijn. Is het de reden waarom het toch wel best wel lang geduurd heeft voordat bewustzijn bij een breder publiek doordringt? Bijvoorbeeld zo'n documentaire die dan een beetje ook dramatisch is toongezet. Is natuurlijk omdat heel veel van die
ontwikkelingen, wat jij net al zegt, tools zijn waar je wat aan hebt. Dus ja, een slimme energiemeter is gewoon heel prettig. Als je weet hoe vaak je hart overgaat, is heel prettig. Het is alleen onprettig als het gebruikt wordt door anderen voor, laten we zeggen, de verzekeringsmaatschappij die zegt van, of mensen die zeggen, of jij op je postcode wordt je premie vastgesteld. Hè? Dat is natuurlijk dat boekje Weapons of Mass Destruction. Dat idee dat je... En dat is natuurlijk die toeslagenaffaire idem dito. Ja. Het is een algoritme wat bepaalde signalen, bepaalde gegevens combineert en profiel maakt en op het profiel beoordeelt. Dus in die zin... Overigens, waarschijnlijk is de kans groter natuurlijk dat ik last zou krijgen van het feit dat ik geen slimme energiemeter krijg, als een van de weinigen volgens mij inmiddels. Ja. Want dat is ook een red flag. Ongetwijfeld. Hè? Ja. Dus dat is ook een manier om ons dan toch te dwingen om die dingen te gebruiken. Waardoor nog meer gegevens kunnen worden opgehaald en opgeslagen. Maar als we terugkijken naar die gouden jaren rond 2000 of zo. Ik denk een van die factoren die ook een rol speelt, is dat mensen... Een cultuur is ontstaan. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Een cultuur is ontstaan over... voor software hoef je niet te betalen. Ja. Ja, heeft een soort cultuur van... je bent cool als je alles gratis krijgt. Google bot alles aan. En niet alleen software, natuurlijk vooral ook nieuws en muziek en films. Ja. Dus dat in welke rol heeft dat gespeeld in het tot stand komen van een situatie waarin het zo verleidelijk is... om in ruil voor, want we zijn eigenlijk soort van onszelf, onze privacy aan het prostitueren, om dan al die goodies voor niks binnen te krijgen. Ja, maar in het begin was het volgens mij nog niet door je privacy te prostitueren. Klinkt vrij pessimistisch trouwens, deze zinsnede. Okay. Want toen was het meer van, er is geen regelgeving, het is anarchie, het Wilde Westen. Ja. Hè? Dus, ja, open source. Ja. Maar is het dan eigenlijk... open source is dan nog... Dat de revolutionaire dictators zijn geworden, zoals vaak het geval is. Ja, commerciële dictators. Nou, ik weet niet of de revolutionaire dictators zijn geworden. Ik denk dat mensen die nu heel groot zijn geworden in de digitale wereld heel erg slim gebruik hebben gemaakt van wat daar is zich heeft ontwikkeld. En als je het hebt over open source software, dat zijn in feite de revolutionairen die dan het leuk vonden om dingen te bouwen en dat te delen in de community en zo. En vervolgens heeft Bill Gates daar heel handig gebruik van gemaakt en is er een miljardair mee geworden. Dus ik weet niet of... Maar zo'n Zuckerberg bijvoorbeeld. Maar jij denkt dat het altijd een... dictatortje in de dop. Ja, weet ik niet. Nee, die dingen lopen ook door elkaar. Maar is het niet lopen ook niet twee wereldbeelden? Ja. Want je zegt van, nou, we hebben het over die manipulatie en de exploitatie. Dus deels natuurlijk een soort controle, behoefte aan controle om mensen in vakjes te stoppen, te beheersen. Deels is dat commercieel, gewoon je data te verkopen. En bijvoorbeeld Cambridge Analytica, in intentie, je wordt een profiel op je gebouwd en vervolgens word je getarget met dingen waarvan men denkt op basis van je profiel welke politieke boodschap. Wat zei je? Ik denk dat dat wel anders is. Ik bedoel, die onderscheid die je maakt in het begin, daar vind ik wel terecht. Je hebt dan die privacy, die inzameling van al die informatie, hoe dat later commercialiseerd wordt, dat is één fenomeen. Maar de gebruik van heel veel kennis uit gedragswetenschappen voor nudging en andere vormen van gedragssturing, hè, turbocharge met enorme hoeveelheden data, dat kan dan verschillende doeleinden dienen. Ja, ook goede wou je zeggen. Of... Ja, je kan gewoon gezondheid... Nou, ik heb wel eens bij een universiteit iemand die hield een praatje voor studenten, het was alleen maar een hosanna voor big data. Want daardoor kon het milieu gered worden. En allemaal juist als je het plaatje had op basis van Big Data. Dus ook dat had een goede kant. We weten veel meer. We zijn veel beter in staat om te voorspellen welke boodschappen welke effect hebben op mensen. Hoe mensen reageren. Cambridge Analytica is één voorbeeld van. Maar gewoon alle onderzoek uit de afgelopen 20, 30 jaar over gedragswetenschappen. Die dient ertoe om gedrag te veranderen. Dus je kan bijvoorbeeld
opwijende, geweldige sfeer in een uitgangsstraat in Eindhoven, dat kan je dan wel in een kiem smoren en geweld voorkomen. Ja, op banden. Dus dat, ja, waarvan je niet weet of het geweld was gebeurd. Dat is ook... Dat is het risico. Ja, dus dat is ook een afweging die je moet maken. Dat volgens mij de meest gefilmde straat van Nederland. Ja, precies. Als je erdoor loopt, nou, dan ben je uiterlijk kwijt in feite. Dus dat is iets wat we opgeven om iets te voorkomen waarvan je dus nooit met zekerheid kunt zeggen of het was gebeurd. En ik vind dat, ja, ik heb daar gewoon een soort van persoonlijke moeite mee. Omdat het bewijs is, we hebben iets voorkomen. Dat, ja, hoe kun je dat zeggen? Hè? En ik denk ook bijvoorbeeld met Cambridge Analytica. Er is geen sluitend bewijs dat het ook daadwerkelijk heeft gewerkt. Nee. Maar dus, dat zeg ik altijd, want dat wordt vaak geprobeerd. Ook Jesse Frederiks heeft zo'n hele over advertenties online, dat dat helemaal niet werkt. Precies, ja. Dat klopt, alleen het, zelfs als het niet werkt, is het nog steeds die houding. Ja. Dus als ik denk dat het werkt en jou zo benader, dus als ik jou als een verzameling, als ik jou alleen maar als profiel zie, en jij beschrijft ook in je boek vrij grappig hoe jouw profiel eruit ziet op Facebook, en ook met totaal onbegrijpelijke elementen erin. Maar het idee, als ik jou zo benader, dan is dat eigenlijk al het halve werk. Of het nou werkt of niet. En dat is eigenlijk mijn argument tegen de relativeerders, zeg maar. Van natuurlijk stemmen mensen misschien niet op Trump, terwijl ze in wezen helemaal gestuurd worden door Cambridge Analytica richting Trump in de voorverkiezingen. Aan de andere kant heeft hij wel gewonnen, trouwens. Maar toen. Dus ik bedoel, het feit dat het niet altijd even goed werkt, wil nog niet zeggen dat, dat het de houden. Men gelooft erin. Ja, maar juist dat geloof, en dat is dan wat ik bedoel met dataïsme, dus daarom staat er isme achter, omdat ik het zie als een geloof wat dus op een gegeven moment een soort missiewerk wordt en je moet erin geloven, met andere woorden, sluitende bewijzen ga je niet krijgen en waarom vraag je er eigenlijk om? Ik denk juist omdat het dat geloofskarakter heeft, dat we wel moeten relativeren en moeten gaten prikken en moeten vragen naar wat is het wetenschappelijke bewijs hierachter en wat is je argumentatie en hoe weet je zeker dat het, of hoe zeker weet je dat het zo is. Oké, dat is een gezonde scepticisme, eens. En ik denk dat we wel kunnen zeggen, ook als het niet lukt, is het problematisch als een soort van houding jegens burgers. Ja, dat is wel een belangrijk punt. Maar ik denk, we moeten niet bagatelliseren in hoeverre grote bedrijven met veel geld om te investeren in een soort ongelijke wedstrijd bezig zijn om mensen te beïnvloeden. Ja. En dat is dan een punt van, ik had het eerder over irreversibility, hier gaat het om gelijkheid. En heb je twee aspecten ervan. En ik wil proberen, ik weet niet of het gaat lukken om erachter te komen, wat beweegt dit, deze houding? Ik denk deels, bij Facebook Zuckerberg is het gewoon commercieel. Je hebt, laten we zeggen, het liberalisme heeft een lange traditie. Aan de ene kant heeft het meer vrijheid aan mensen gegeven. Dat is individualisering, is een product van het liberalisme. Aan de andere kant heeft het liberalisme ook gezegd, jij mag je eigen wereld maken, dus je mag ook zo rijk worden als je zelf wil. Dus wij gaan daar niet meer over. We hebben geen gemeenschap. Dus het individu die zegt, als je je leven wil vullen met postzegels verzamelen, dan moet je dat doen. Als je alleen maar wil speculeren op de beurs, dan moet je dat vooral doen. Wij gaan daar niet meer over. Ja. Even grof gezegd, met een natte vinger. Die twee lijnen van dat liberalisme veroorzaken natuurlijk aan de ene kant inderdaad de world more open connected. Jij, de person of the year is you. Dat is een uitkomst van dat denken. Aan de andere kant, ja, maar het is ook nog goede handel. Dus het idee dat zo'n Zuckerberg, die twee gezichten daarvan, dus die data-exploitatie, kun je zeggen, hij wil controle, hij is een soort dictator. Of hij zegt, hij wil zo... Dat, is ook een verslaving. Rijk worden zonder einde. En dat is ook een deel van diezelfde liberale ontwikkeling. Dus in die zin denk ik, is die Januskop van die grote techbedrijven, kun je eigenlijk wel verklaren. Aan de ene kant, en dat is hetzelfde als
minister van Financiën die preekt dat we meer gemeenschapszin voor elkaar moeten hebben en tegelijkertijd op de Maagdeneilanden investeert, zeg maar zeggen. Dus dat dubbele gezicht zie je eigenlijk overal. En waar komt nou die tweede? Tenminste, ik weet niet of je hiermee eens bent, maar dat tweede is die controledrift. Mm-hmm. Die dus niet commercieel is, maar gewoon wat jij net het uitgaansgebied, dat beheersen of zo. Hoe zou je dat willen kenmerken? Waar komt dat vandaan? En het is wel een grote vraag, dat begrijp ik. Maar volgens mij wel, dan komt het niet uit de lucht vallen. Hè? Er zit ook een gedachte achter. Nou, ik denk dat het inderdaad goed is om een onderscheid te maken tussen de commerciële techbedrijven. En zeker, want die opereren dan ook in de VS. En dat is een heel ander speelveld. En als we het hebben over de overheid, bijvoorbeeld in Nederland. Maar ik denk dat het toch te maken heeft met wat jij ook zei over zo'n app die je iets vertelt over je slaap of over de zuurstof in je bloed. Als het kan, dan ga je het doen. En dat het ook dat is een menselijke neiging. Het leven is ook risicovol en eng en ingewikkeld. Dus als je kunt controleren, dan zit het waarschijnlijk wel diep in ons dat we dat ook willen gaan doen. Dat wordt vaak gezegd, hè, van technologische ontwikkelingen. Als ze er zijn, dan gaan ze gebruikt worden. En daarom is het ook de onomkeerbaarheid, net als met zo'n corona-app bijvoorbeeld. Als eenmaal die app is ontwikkeld, dan zal die ongetwijfeld niet per se deze specifieke, maar dan blijft die technologie in ons leven. Ja. Want je kunt het niet meer terugdraaien, die is en daar. En daarachter, want dat beschrijf je eigenlijk wel in je boek al, zit ook die neiging om, om het maar grof samen te vatten, meten is weten. En dat jij beschrijft de geschiedenis van de statistiek. Hmm. Hè, dus ja, fantastisch. Hoe dat opkomt. En dat was voor mij ook een eye-opener. De zin dat je de wereld vormgeeft door filosofie, na te denken over waarden en over. Maar je kunt de wereld natuurlijk ook op een andere manier vormgeven, namelijk door getallen. Ja, door alles tellen. Alles uit te rekenen. Alles tellen. Dat is natuurlijk een lingua franca die iedereen begrijpt. Hè. En dat vergelijk ik bijvoorbeeld met, laten we zeggen, het is een gemeenschappelijke taal. Ik vergelijk het wel eens met kijkcijfers. Doet zich voor als het doet zich voor. Iedere programmamaker kan kijkcijfers relativeren. Ja. Die zegt, het zijn maar 1000 kastjes in Nederland. Er zijn er altijd 200 stuk. Dus je moet die kijkcijfers niet te serieus nemen. En toch gelooft iedereen in die kijkcijfers. Ook die programmamaker die het net gerelativeerd heeft. Die om 7:30 gaat hij kijken, hoe heeft mijn programma gescoord? Ja. En daar zit iets in wat je volgens mij op het spoor komt door die behoefte. Dat je op een gegeven moment die taal, gemeenschappelijke taal van het meten hebt opgevonden. Waar je die data, dat dataïsme uit voortkomt, zoals jij het beschrijft. En dat vond ik echt een eye-opener. Dat is natuurlijk ook een taal om de wereld, om greep op de wereld te krijgen. Ja, zeker, zeker. En daar hoort dan ook bij klassificatie, drang. Ja. En dat ontstaat een beetje in dezelfde tijd. Maar wat ik vooral ook interessant vind is, inderdaad in de eerste plaats, die cijfers zijn niet een gemeenschappelijke taal die we allemaal meteen op dezelfde manier spreken. Dus daarom kom ik ook uit op het belang van taal en interpretatie en zo. Want ook data, ook cijfers moeten door iemand uitgelegd worden en moeten beargumenteerd worden. En dat zie je ook met alle coronacijfers bijvoorbeeld heel duidelijk. Dus dat is het eerste. En het andere wat ik heel interessant vind en wat je heel duidelijk ziet in de digitale wereld, is dat die cijfers ook de neiging hebben om te groeien. Ja, dus dat is het punt. Ja, het is, ook in die zin zijn ze niet een soort van neutraal. En het, net als data, dat zeg ik wel vaker van, data zijn geen dingetjes die we hier van de vloer oprapen en dan hebben we ze. Die moeten gemaakt worden. Of je moet een systeem inrichten waardoor je ze kunt ophalen en dus gaat produceren. Voorheen was er geen data over welke straten ik allemaal doorliep. Die data bestaat nu omdat ze geproduceerd worden. En dat betekent dat het al maar meer moet worden. Het moet nooit minder worden, het moet alleen maar meer worden. En dat is net als op Facebook. Dat is een prachtig project van Benjamin Grosser, die aantoont sowieso heel Facebook is vergeven van de getallen. En het enige doel is dat ze de hele tijd meer worden, behalve dan natuurlijk hoe lang geleden iets gepost is. Dat moet zo kort mogelijk geleden zijn. Maar je moet meer vrienden, je moet meer likes, je moet meer posts, meer foto's, enzovoort, enzovoort. Dus ook in die zin zijn die getallen niet geen neutrale instantie. Maar waarom kunnen we niet gewoon zeggen, we hebben een kwantitatieve benadering en een kwalitatieve benadering?
Ja, dat kent de sociaalwetenschappen gewoon al heel lang. Wil je echt een fenomeen begrijpen, heb je allebei nodig. Ja. Dus ik denk dat er wel... Ik zou vooral inzetten op, en dat doe je voor een deel ook in het boek... een kritiek op een cultuur waarin de enige wat echt telt... zijn de kwantitatieve. Dat wat telt. Maar ik denk wat erachter zit, is een gebrek. Jürgen Habermas heeft dat legitimationsproblemen. Dat moet je even vertalen. Ja, legitimatieprobleem. Dus dat vaak dat in toenemende mate in de huidige maatschappij mensen in leiderschapspositie, mensen in de overheid niet durven vertrouwen op hun oordeelsvermogen. En dan moet je de cijfers hebben. Want de enige wat telt... Of ze denken, we willen het neutraal hebben. Dus we schuilen ons veilig achter de cijfers. Omdat ze lijken neutraal te zijn. Maar dat is zijn ze niet. Een hele begrijpelijke impuls. Het is een verlichtingsidee. En daar maakt het ook zo lastig om aan die cijfers. Nee, ik zat het voorbeeld van die kijkcijfers. Maar je kan je ook een voorbeeld... Als ik aan de zaal vraag... Als we hebben een schilderij van een bekende kunstenaar, Picasso. Maar dan niet de beroemdste, maar een mindere Picasso. En ik vraag aan iedereen, van zullen wij gaan discussiëren over de artistieke waarde van dit schilderij? Ja. Of gaan we het hebben over de prijs die het gaat opbrengen volgende week op de veiling? Ja. Dan zal iedereen, ik spreek even voor u, zeggen nee. die prijs interesseert, wij gaan over de intrinsieke waarde praten. Ja. Maar we leven in een maatschappij waarin het toch heel verleidelijk wordt gemaakt. En misschien ook aantrekkelijk, want als je het hebt over de prijs, dan is het toch een simpele conversatie en hanteerbaar. Dus je moet eigenlijk, laten we zeggen, het meest verleidelijke is het om over die prijs te hebben. Ja. Terwijl je innerlijk vooral wil... Vooral als die zo hoog mogelijk is. Ja, precies. Dat die een record verbreekt. En tegelijkertijd wil je iets in jezelf, zou eigenlijk, je schat het andere hoger in, de meeste mensen. Ja. Hè? Behalve één iemand die ik ken, die zei, nou, ik wil het wel over die prijs hebben. maar laten we zeggen, maar zo zijn er, denk ik, hij is eerlijk, want er zijn heel veel mensen die het natuurlijk uiteindelijk ook best wel liever, maar het is sociaal correct om dat andere te zeggen. Maar je moet je voorstellen, gewoon een debat bij een bedrijfstop over welke kansen op moeten gaan. Je moet echt lef tonen om het niet puur in cijfertaal te onderbouwen. Nou ja, zo is onze politiek ook steeds meer. Er gaan targets, maar achter de ideeën die tot die targets moeten leiden, die worden niet meer besproken. Maar goed, maar dat is een schijn. Het is een schijnneutraliteit. We gaan eigenlijk best snel. De zaal heeft vast ook nog heel veel te vragen. Maar er is nog één belangrijk punt wat ik met jullie wil bespreken. En er komen nog wel dingen bij de vragen aan bod, denk ik. Maar dat is eigenlijk een groot deel van je boek. En dat is ook het moeilijkste deel eigenlijk. Of laten we het zeggen, waar je het hardst zelf ook na mee moet denken. Is namelijk, we hebben het nu heel vaak gehad over de sociale effecten van... ofwel op je persoonlijkheid, maar in het sociaal domein. Maar nu gaat het, dat stipt je eigenlijk aan, over een vorm die dat dataïsme... Dat geloof dat alles op de wereld in data kan worden, in informatie kan worden omgezet. Dat een soort innerlijke verschraling met zich meebrengt. En hoe je daar tegenover moet... A, wat is die verschraling precies? En B, wat kun je daaraan doen? Dat zijn eigenlijk de vragen die je stelt in je boek, toch? Of vat ik het zo grof samen dat je denkt... Dat zijn wel vragen die terugkomen, inderdaad. ook wel hele grote vragen, inderdaad. Wat is die verschraling? Nou, misschien... Kan ik daarvoor even teruggrijpen op wat we net zeiden over die cijfers, dat zij overkomen als een gemeenschappelijke taal. En dan gingen wij allebei, nou, dat valt wel mee. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel enigszins zo, zeker als je het over data hebt, nullen en enen. Als alles wordt teruggebracht tot een dataset, dan wordt in feite dus alles teruggebracht tot die nullen en enen. Maar nou ja, daar hebben we dan verder niks mee. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen tot categorieën. En dan wordt het al wat duidelijker. Dus hier zitten allemaal individuen in de zaal. Die kun je allemaal in één categorie stoppen, namelijk dat ze hier zijn vanavond. dus dat is een hele makkelijke manier om die verschraling aan te geven. Denk dat je wordt teruggebracht tot een categorie. En we weten allemaal dat ieder onderdeel van de categorie een hele rijkdom met zich meebrengt. En een andere vorm daarvan is, denk ik, de binaire tegenstelling. Dus
data doen het ook goed bij binaire tegenstellingen, man, vrouw, zwart-wit, links-rechts, noem het allemaal maar op, conservatief, progressief. Terwijl, dat is iets waar ik ook wel veel over schrijf. Van, ik denk dat we allemaal herkennen dat je zelf niet in de ene sectie van de binaire tegenstelling hoeft te passen. Of dat nou over je geaardheid of je politieke voorkeur of wat dan ook gaat. En dat er dus ook dingen tegelijkertijd in je kunnen leven. Hè? Dus je kunt ook tegelijkertijd van iemand houden en er heel boos op zijn. Of aan de ene kant conservatieve ideeën hebben en aan de andere kant toch progressief willen leven. Of nou ja, noem al die worstelingen maar op waar we mee zitten. Ja, misschien is het ook wel heel makkelijk als die voor je worden opgelost. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het dan vooral ook heel saai wordt. Dus het heeft voor mij ook wel een soort van te maken met gewoon de rijkdom van het verschil en de moeilijkheid. En ook alle die oersoep of die boeienbessen die in je hoofd zit met al die tegenstrijdige gevoelens. En je bent net bezig met vluchtelingendrama. Aan de andere kant denk ik, je hebt mijn bonuskaart wel bij me. Zal maar zeggen. Ja. Dus die totale gebrek aan hiërarchie, die volkomen irrationaliteit die eigenlijk in je hoofd op een bepaalde manier wel kan bestaan, zonder dat je sociaal ten onder gaat. Dat die op een bepaalde manier niet erkend wordt door de buitenwereld, dus door die neiging, dat het heersende geloof is van ja, dat daar kopen we niks voor. Ja. Dus we gaan het allemaal ordenen voor je. Voor mij hoeft dat niet per se erkend te worden, hè? Maar op het moment dat er wordt gedaan alsof ik in een dataset gevangen kan worden of dat zij dingen van mij weten. Dat is het beroemde voorbeeld van Harari, die natuurlijk ook veel over dataïsme heeft geschreven, dat hij zegt van, weet je wel, ik worstelde met mijn geaardheid. Als er toen een algoritme was geweest zoals we dat nu hebben, dan had hij me in ieder geval wat eerder kunnen vertellen dat ik homo ben. Ja, en ik denk dan van, en wat nou als je bi bent, bijvoorbeeld? Of wat als je, als die worsteling een belangrijk onderdeel is van wie je bent? Of, kunnen data niet gewoon ook misschien een oplossing bieden, maar die kunnen wel andere mogelijkheden openen? Wij zijn als dieren, als mensen, talige dieren, zijn we daarop gericht om de wereld ook te klassificeren. We gebruiken begrippen, we gebruiken woorden, we gebruiken labels voor dingen. En de ruimte, dus die palet van kleuren en woorden die we hebben om de wereld te beschrijven, die is beperkt. Ja. Dat geldt niet voor bepaalde vormen van waarneming via data. Dan kan je al veel meer kleuren verschillen, veel meer nuance. Dus ik ben nu net bezig met een nieuw project over mental health labels, dus geestelijke gezondheidslabels, DSM enzovoort, ADHD, autisme enzovoort. En sommige mensen zeggen, met meer informatie over individuele gevallen, hoef je niet meer die goffe, heel onprecieze categorieën te gebruiken. Die zeggen van, jij past in die vakje of die vakje. Nee, we kunnen al veel meer zeggen over alle verschillende factoren die een rol zou kunnen spelen in interactie met de omgeving. Maar om dat te doen, heb je dan data nodig en ook algoritmen die nuance kunnen oppikken die wij misschien ook met onze beperkte begripschat niet kunnen zien. Nee. Dat is denk ik een andere. Jij zegt het woord kan eigenlijk ook subtieler worden door data. En ook natuurlijk het andere is dat data ons, en ik denk dat Harari daar op doelde, dat die ons soms beter kennen dan wij zelf. Ja. En ik heb een keer geschreven van, het patriarchaat leeft, maar als je de meest gebruikte zoekterm op internet is small penis. En daar ging de Volkskrant ging dat fact-checken. Dat moest ik wel ontzettend lachen. En daar ging ze ook heel. Ze kwalificeerden het als onwaar. Omdat de meest gezochte term weather was.
Okay. Maar op nummer 2 stond toch wel small penis. Dus, maar dat hangt eraf van welke medewerkers computer gebruikt. Dat ik zelf ook niet uit, want dat is natuurlijk wel, laten we zeggen, prikt ook een bepaald soort zelfbedrog of hypocrisie door. Ja. Omdat je denkt, iedereen beweert dit, maar kijk eens even. Iedereen, en juist over seksuele diversiteit, als Pornhub zijn cijfers bekend maakt waar iedereen naar kijkt, dan ziet het er heel anders uit dan waar mensen het in de kroeg over hebben, zullen we maar zeggen. Dus dat vind ik een lastige, omdat, ja, kun je ook niet meer omheen. Hè? Dus het ontmantelt ook ons eigen zelfbeeld op een bepaalde manier. En dat is en dan kun je in ontkenning schieten of zo, maar je kan het ook niet meer wegpoetsen. En het blinde vertrouwen in die intuïties die we hebben. Het zou zo moeten zijn dat de wereld in die hokjes opgedeeld is, omdat het intuïtief voelt. Ja, die intuïties die hebben ook natuurlijk wel allesbehalve zuivere ontstaansgeschiedenis. Ja. Dus dat. Dus ik wil niet zeggen dat gewoon alles overhoop gegooid moet worden en zo snel mogelijk met de data meelopen. Maar het idee van het blinde vertrouwen in wat intuïtief voelt. Oh ja, nee, dat dan moeten we ook niet hebben. Dat zou ik ook niet willen proberen. Nee, maar jij pleit wel in je boek voor, en dan gebruikt, ik weet niet, is het een neologisme? De automaton? Ja. En wat is dat? Ja, die voer ik eigenlijk op als een figuur of een persona. Nou ja, om ook een beetje handen en voeten te geven aan de filosofie. En dat is eigenlijk degene die frictie in de praktijk brengt. Dus de automaton, hè, dat is ook natuurlijk een stoorzender ook. Dus de historische poppenfiguur die dan als soort marionet wordt wordt bediend. Dat is de automaton. Nou, de D-automaton doet aan de-automatiseren. En dat komt natuurlijk gekozen omdat er ook automatiseren in zit. Dus die automatisering van hoe wij met technologie omgaan, maar ook van alles wat wij ermee doen. En dat is tegenwoordig gewoon bijna alles kopen, communiceren, de liefdebedrijven, noem het allemaal maar op. Dat gaat allemaal met die technologie. Die wordt ook gevormd door die technologie. Ik zou niet helemaal willen zeggen gestuurd, maar in ieder geval speelt daar een grote rol in. En als je daar niet meer bij nadenkt, wordt dat een automatisme. Dus bijvoorbeeld, daar schrijf ik ook over, dat je in je e-mails van die voorstellen krijgt van hoe je kunt antwoorden. Nou, als je daar lang genoeg op klikt, hoef je nooit meer zelf te communiceren, want alles gebeurt voor je. Volkomen geautomatiseerd. Dus ik denk dat een vorm van een soort van je autonomie terugwinnen tegenover die techniek is door te de-automatiseren. En dan ben je de de-automaton. Maar je wil het met opzet moeilijker voor jezelf maken. Ja. En dat noemen we autonomie. Dat vond ik ook fascinerend in het boek. En het heeft me ook een beetje uitgedaagd. Want vanuit het perspectief van disability theory en zo ben ik vooral benieuwd over hoe de technologie het makkelijker voor mensen kan maken. Maar ik zie het punt. Alleen, ik zou zeggen, we willen natuurlijk op sommige gebieden onszelf die prikkels opleggen en misschien ook in onze omgeving het niet al te makkelijk maken om bepaalde vormen van bewustwording of intentionaliteit of alertheid te stimuleren, maar niet overal. En ik bedoel, als het om e-mail gaat, dan misschien laat lekker er gewoon automatisch worden. Ja, dus kunnen we dat niet? Of is dat, dan weer een nieuwe taak waarmee we opgezadeld worden om te moeten schipperen tussen hier een beetje meer moeilijk maken, daar mag het wel met de flow gaan? Ja, kijk, mijn boek is, daar heb ik denk ik het meeste over nagedacht, meer nog dan dat andere wat je net noemde, of meest mee geworsteld. Mijn boek is echt gekant tegen het dataïsme als een soort van geloof dat zegt te weten hoe het is. Is het en niet anders. Dus ik dacht van, ik kan niet een boek gaan schrijven waarin ik zeg dat ik weet hoe het is en dat mensen dat moeten gaan doen. Want dan doe ik precies hetzelfde als dat dataïsme waar ik me nou net tegenkeer. Ja. Dus ik ga niet zeggen dat nee, we moeten nu alles de-automatiseren nadat alles is geautomatiseerd. Tuurlijk niet, want dat slaat ook nergens op. En we leven in die complexe maatschappij. We hebben ook een levensstandaard. We hebben ook
Weet je wel, er leven nu ook allemaal mensen met behulp van technologie die anders allang waren overleden. Ja. En who knows, was ik er één van geweest. Dus nee, zeker niet. Terug naar alles moeilijk maken. En het is niet de één automatiseren. Dus het moet een nul zijn, de-automatiseren. Ik wil juist pleiten voor dat wat er tussenin zit. En dat we juist nadenken over wanneer we het een doen en wanneer we het ander doen. En wordt dat ook niet, om even advocaat van de duivel te zijn, een soort dat je de verlangen naar vinyl-LP's, in de zin dat je naar iets terug wil. Ja. Ik denk ook, maar ik bedoel het eigenlijk serieus, als je mensen voorlegt, nou, net als dat voorbeeld van die Picasso, als je mensen voorlegt van, wat heb je liever? Je swipet naar een leuke partner op de Tinder of de Grindr, whatever. Mm. En je alles, dat swipegebaar is natuurlijk heel erg in. ben ik klaar mee? Weet je wat? Kan je ook in de kroeg gebruiken? Dat is natuurlijk ook dat koninklijke individu, want dat hoef ik niet. Dat is niet voor niks zo'n gebaar. Maar of je zegt, ik wil een romantische ontmoeting in een trein waar ik toevallig iemand een blik mij treft, zoals je vroeger zag. In omdat je Bataille zat te lezen, zoals in Before Sunrise. Vroeger had je nog wel van die advertenties. Ik zag je zitten in de trein, dit en dat. Dus we keken elkaar aan. Jij zag er zo uit. En dat klinkt op een of andere manier, net zoals dat intrinsieke waarde van een schilderij, klinkt dat toch wel meer als echte liefde dan zo'n swipe date. Tenminste, in nostalgische termen. Is dat een voorbeeld van die D-automaten? Of denk je van, nou, dat nou juist niet? Nou ja, ik denk dat, dat we zeker niet moeten gaan beweren dat alle liefde op internet geen echte liefde is of zo. Want ja, dat is zeg maar de toevalligheid van hoe je elkaar leert kennen. Maar ik denk dat ook wel veel mensen zullen herkennen dat er zeker automatisme zit in de online dating ervaring. Waar ik zelf trouwens niet zo heel veel ervaring mee heb, dus ik spreek van horen zeggen. Maar inderdaad, zegt alleen iedereen, al. Hè? Alleen al de gebaren, inderdaad, die ermee gepaard gaan. En maar ook in bijvoorbeeld wat je daar over jezelf moet zeggen in zo'n profiel. En wat daar voor codes in zitten, wat daar gebruikelijk wordt geacht. En misschien zet je wel net iets neer, weet je niet dat eigenlijk codetaal is voor iets heel stoms of zo. Vervolgens ook het hele daten op zich. Hè? Dat je dan vervolgens ga je afspreken. Eerst moet je volgens mij heel lang met elkaar chatten en ga je afspreken. Ook dat is helemaal een soort geautomatiseerd script wat je dan uitvoert. En je weet al vrij snel van, nee, dat wordt hem niet. Of ook een beetje soort van gemodelleerd naar de Amerikaanse cultuur, heb ik altijd het idee. Dus ik begrijp wel dat mensen dan denken van, ik ken ook iemand die heeft een project en dat heet Finder. En dat is een soort van, bedoeld als analoog Tinder, is natuurlijk ook een beetje, artistiek bedoeld. Dus dan heb je een iets waardoor je herkend kan worden. Een button, brosje. Ja, een soort button, brosje-achtig. Dus dan loop je in de Albert Heijn en dan zie ik dat jij dat ding hebt en ik heb dat ding en dan kunnen we gaan flirten en weten we dat we op zoek zijn. Dat komt ergens vandaan natuurlijk, omdat mensen die analoge ervaring dan weer een beetje terug willen. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, hoeveel relaties zullen daaruit voortkomen? Ik zou mijn geld er niet opzetten. Dus ja. En vooral die vraag van, moet ik het uitmaken met mijn vrienden of mijn vriendin? Ja? Dus die punt, als je dan die vraag laat beantwoorden door een bepaalde zelftest die je hebt gedaan, of metingen over je hartslag enzovoort. Haar hartslag. Precies, ja, het is allemaal linked, hè. Als je elkaar echt vertrouwt, heb je dat al lang gedeeld. Dan komt wel een punt waar je, denk ik, dus we hadden het over gewoon de overinschatting die we doen van onze eigen oordeelsvermogen en hoe dat dan soms een correctie nodig heeft. Maar dan komt een punt waar je dan toch de verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen oordeel. En ik denk, dat is een deel ook van de boodschap. Ja, dat is autonomie ook, toch? Ja.
daar kunnen we ons denk ik in vinden. Ja. Er is een bepaalde existentiële moment waarin je dan... Je moet achter je eigen oordeel uiteindelijk gaan staan. En de gevaar is dat wij zoveel gaan leunen... Ja. Op die data en die experten enzovoort, dat we dat niet meer durven te doen. Tegelijkertijd, we leven in een cultuur waarin gewoon heel veel mensen denken, ja, experten, die hebben niks te zeggen van, ik weet of ik dan corona heb of niet, ik voel het aan of ik dan een vaccin nodig heb enzovoort. Dus... We zitten nu in een moment in onze cultuur waarin de vertrouwen aan onze eigen oordeelsvermogen tegelijk te hoog is in veel contexten en ook te laag. We hebben het zelfvertrouwen verloren, maar we overschatten ons enorm in heel veel contexten. Toch een beetje die koninklijke status die we hebben toebedeeld gekregen in de samenleving. Zo ben je begonnen. Met die you. Yeah. En tegelijkertijd voelen we ons de hele tijd teleurgesteld daarin. Maar goed, dat is een heel verhaal. Er liggen nog genoeg punten, maar ik wil eigenlijk naar de zaal nu. er is een dobbelsteen met een microfoon erin. Daar zie ik hem. Dat is echt... We gaan nu het spelelement erin brengen. En de enorme de-automaton. Als je hem aan kan krijgen. Daar is een vraag of een opmerking, maar als het een opmerking is, maak er dan een vraag van. Gooi je anders het niet leuk. Goed zo. Ja, dankjewel. Goed. Werkt goed. Ja, zo. Ik hoor jullie heel veel praten over data en dat het verzamelen van data en het vastleggen per se een probleem is, maar... ik zou je willen uitdagen eigenlijk en kijken of we de data niet los kunnen koppelen van de applicatie. En zolang wij maar zelf over onze data kunnen beschikken, wat levert ons dat dan op voor onze vrijheid? Oké, is dat... We hebben hem, maar we gebruiken hem niet. Dat is denk ik een... Bedoel je ook een beetje, zoals sommige mensen hebben voorgesteld, dat je bijvoorbeeld betaald wordt voor je data of dat je eigen datapakketje hebt wat je vervolgens kunt... aan specifieke partijen kunt zeggen van... ja, jij mag mijn data gebruiken? Ik had het zo begrepen dat gewoon de gevaar... ligt niet zozeer in het hebben van de data... maar hoe die dan toegepast wordt. Wie er wanneer bij kan. Dus nu staan al mijn foto's op Facebook... en kan alleen Facebook erbij. En stel Hive zou nog bestaan en ik zou zeggen... nou, die gasten van Hive die zijn toch een stukje sympathieker. Ja. Ik zet het allemaal over naar Hive. Zou dat meer vrijheid opleveren... Nou ja, je kunt ze ook gewoon op je eigen harddrive zetten. Dat levert denk ik de meeste vrijheid op. Maar ik denk dat iets waar ook wel veel over wordt gesproken in een soort van digitaal activisme is inderdaad dat je in een soort van walled gardens zit. Dus het is, stel ik had nog een Hive-account en jij hebt een Facebook-account en ik wil jouw foto's kijken vanuit mijn Hive-account op jouw Facebook. Dat kan niet. Moet ik eerst een Facebook-account aanmaken. En ik heb nu nog steeds vaak genoeg. Hè, dan klik je op een link, kom je op Facebook. En zo, dan klik ik het weer weg. Dus de vrijheid zou misschien erin kunnen liggen... als dat probleem van die walled gardens wordt opgelost. Wat trouwens frictieloos design zou opleveren. Of dat je bijvoorbeeld met een Signal-account... ook kunt communiceren met iemand die WhatsApp heeft. Alleen ik heb dan alle voordelen van Signal... Jij hebt alle nadelen van WhatsApp. En toch kunnen we met elkaar communiceren en foto's delen, enzovoort. Dus... Dat vind ik belangrijk aan wat je zei. We moeten wel die gradaties erkennen die er zijn. Dus sommige bedrijven zijn ietsje meer betrouwbaar dan andere. En de houding die zegt van, het is allemaal één pot nat. Dan missen we dat. A, we missen de nuance die er zijn. Mm-hmm. B, we missen een kans, politiek gezien, om ook die bedrijven die het ietsje beter doen, te belonen door naar hen te gaan. Dus in een soort vrije markt
Ben ik het helemaal mee eens. Het is alleen zo lastig dat alle tijd die je wint door digitalisering, ben je weer kwijt door na te denken over welke digitalisering je kunt vertrouwen. Dat vind ik, ja, en daarom is toch eigenlijk het niet plaatsen van je foto's online is de enige veilige optie volgens mij. Want ook als je kiest voor een service die... En ik heb ook foto's online. Als je mij googelt, dan zie je wel 20 foto's, allemaal verschillend van mijn hoofd. Dus ik ben geen heilige, maar je weet ook nooit wat er gaat gebeuren met een platform wat in eerste instantie als veilig bijvoorbeeld bekend staat. Instagram is gekocht door Facebook, terwijl dat gewoon een soort van een beetje below the radar platform was. Ja, wat mensen ook veel gebruikten, een beetje uit de cultuur zien of zo, kunstcultuur zien. En opeens wordt dat gekocht door Facebook en hebben zij dus ook al die foto's in hun bezit. En dus dat creëert ook heel perverse incentives. Zo van, je kiest voor de grootste bedrijf en geef ze nog meer macht. Ja. Om je denkt van, die wordt in ieder geval niet zo snel overgenomen. En alle kleine bedrijven die misschien wel innovatief bezig zijn om de privacy wat beter te beschermen. Ja dan moet je dan gewoon twee keer nadenken of je dat doet. Want ze zijn nu hebben nu schone handen. Maar als ze opgeslokt worden, hups, daar gaat je data met ze mee. Terwijl als het dus wel zo'n systeem zou zijn waarbij je vanuit je eigen platform, waar je in overtuiging voor hebt gekozen, nog steeds zou kunnen communiceren met andere platformen, dan zou dat al een heel veel rijkere ecologie mogelijk maken, denk ik. Ik hoor dat op veel scholen mediawijsheid nu echt een vak is. Hè? Ja. Is dat een oplossing? Of een... Nou, het is een klassieke neoliberale manier om de verantwoordelijkheid allemaal bij de individuen te leggen. Dus individuen moeten dan alle... Dus wat Foucault responsabilisation noemt. Dus de burger is verantwoordelijk. Tegelijkertijd denk ik dat iets aan wat mijn collega Mirko Schaefer en ik data-ethische geletterdheid noemen. Dat wel gewoon kan helpen. Ja. Want we hebben dan wel, als we het over autonomie hebben, dan hebben we het ook over mensen een beetje bewapenen om resistent te kunnen zijn voor die invloeden waaraan ze blootgesteld zijn. En we zijn nalatig als maatschappij als we mensen niet daarmee uitrusten. Ik denk ook niet dat het per se een oplossing is, maar het is ook van de gekke als je geen aandacht aan besteedt op school, toch? Want het is zo'n groot onderdeel van ons leven. Net als dat je allemaal andere vakken krijgt over hoe de wereld in elkaar steekt. Ja, dus zeker ook over media en technologie, zou ik zeggen. Daar was er nog volgende een vraag. Ja. Zijn we niet in het stadium gekomen dat we er geen grip meer op hebben? Iets andere... Al die petabytes data. Toen ik 47 jaar geleden begon... Was een hoeveelheid data, was een ponskaart van 80 posities. En je programmeerde in 8K intern geheugen en daar draaide een administratie op. ik ben mijn huidige functie is hoofd informatieveiligheid. En we maken ons nu zorgen over het feit dat onze data niet gehackt wordt of geëncrypt wordt door een of andere statelijke actor, omdat wij in die vitale sectoren zitten. Hoe wapenen we ons tegen die 160.000 hackers die in Chinese staatsdienst zijn? We hebben geen grip meer op al die data die we in al onze datacenters opslaan. Nog even los van het klimaatprobleem wat al die datacenters veroorzaken. Mijn grootste zorg is om op dat beetje data waar we nog een beetje grip op hebben, om dat veilig te houden. Maar eigenlijk hebben we een veelkoppig monster gecreëerd wat we niet meer kunnen temmen. Kijk. ook een goede zin. Dat is, En dat is techno-optimisme? Nee, ik deel de zorg. Ik deel ook de zorg. En dan denk ik toch net als met die foto's, dat als je ze veilig voor jezelf wil houden, moet je ze niet op Facebook zetten, maar ook niet op een ander platform. Ja. Eigenlijk zouden we toch vooral ook minder data moeten verzamelen en dat betekent ook minder data produceren, want het wordt ook gewoon heel veel geproduceerd. En ik denk dat, weet je wel, dat is, zou alweer een soort van kwalitatieve slag zijn, dat je nog steeds bezig bent met het verzamelen van heel veel informatie die natuurlijk heel erg nuttig kan zijn voor van alles en nog wat, maar dat je daar ook een kwalitatieve vraag bij stelt op voorhand van
Hè? Niet meer pakken wat je pakken kan, maar wat doen we hier eigenlijk mee? En, maar dat is onherroepelijk ook een politieke vraag. Hè? Ja? Dat is niet alleen privé je foto's niet delen, want dat is een beetje zo alsof je gescheiden afval doet. Maar het is natuurlijk ook echt, en daar doelt u denk ik op, ja. Het is, en er wordt, laten we zeggen, van de overheid die juist zo dol is op die data, misschien toch slecht over nagedacht. Misschien. En met veel van die data kunnen we niet anders. U weet het als geen ander waarschijnlijk. Dus ik denk we moeten ook misschien wel langzaam overgaan naar een soort damage control benadering. In plaats van te proberen dan zoveel mogelijk veilig te stellen, dat we dan gaan zeggen, oké, op een aantal gebieden, zijn we de grip inderdaad helemaal kwijt. Dus waar het om gaat is de gevolgen daarvan te minimaliseren. Ja. Door het misschien wel gewoon zelf bekend te maken. Dat we dat in eigen handen hebben. Dus het is allemaal heel abstract nog. Maar ik denk dat dat vergt om een nieuwe politiek waarin we dan prioriteiten moeten stellen. Waarin we zeggen gewoon, we kunnen niet op alle fronten tegen alle hackers ingaan. Maar we kunnen wel een aantal prioriteiten stellen. Nou ja, misschien is, als je dan het filosofisch bekijkt, ons grootste probleem de menselijke hebzucht, waardoor we gratis dingen willen stallen, waardoor we... Hebzucht en machtzucht. Ja. Ja, het is maar inderdaad een, laten we zeggen, een politieke dimensie daaraan. Kijk naar hoe dat met NSE heette dat toen, hoe dat toen op gereageerd werd door toenmalig minister Plasterk, tegenwoordig columnist bij de Telegraaf. De T moet je zeggen. Ja, totaal niet wetend, verhullend, eigenlijk niet over nagedacht, accepterend, meelopend enzovoort. Dus wat dat betreft zou ook wel een soort politieke beweging. Kijk, je hebt natuurlijk de data, de activisten, maar je zou ook wat meer mainstream politiek moeten hebben. En ministeriële niveau. Ja. En op EU-niveau zou ik vooral ook zeggen, u heeft het over Chinese hackers, we hebben het over veelal Amerikaanse bedrijven, om daar een soort van iets tegen te kunnen doen of sowieso maar je poot stijf te kunnen houden, moet je niet Nederland zijn, maar dan moet je gewoon de EU zijn. Nou, en dat is wel een heel interessante ontwikkeling van de laatste jaren, de opkomst van... de Algemene Datawet en Europa als een model voor hoe het dan toch wel anders kan. Dus als iedereen roept van, we kunnen hier niks aan doen. En ik wil het niet overschatten hoeveel het eigenlijk uiteindelijk uitmaakt. Maar het maakt wel een verschil. Je ziet dat gewoon, ik reis heen en weer tussen de VS en Europa, tenminste in tijden waarin dat niet door bepaalde pandemieën ingeperkt wordt. Het is een andere beleving in die verschillende contexten van hoe met data omgegaan wordt. En de Chinezen, die hebben dan weer een ander model. Dus we zitten nu in een mondiale strijd over welke model de opperhand zou krijgen. En opnieuw, dat geeft aan dat het nog niet gestreden is. Ja. Hè? Want je hoeft niet te denken van, maar het wordt sowieso, op een gegeven moment wonen wij ook in China. Want het kan niet anders, die kant gaan we allemaal op en het is verloren. Nee, ik vind juist in die zin, hè, mag je optimistisch zijn, dat er ook in de VS, hè, wordt er nu gesproken over het opdelen van Facebook, omdat ze te groot zijn. Ja. Weet je, er zijn die hoorzittingen, er zijn klokkenluiders, weet ik veel wat allemaal. Dus we weten niet welke kant het opgaat. En we kunnen daar dus echt wel invloed op uitoefenen wat het wordt. En ik heb ook wel gehoord dat bijvoorbeeld met de AVG, dus de privacywet die Europa heeft ingesteld, die heeft ook ervoor gezorgd dat sommige bedrijven die wereldwijd opereren, dat die hebben gezegd van we gaan niet verschillende dingen doen met onze software bijvoorbeeld. Ja. We doen gewoon, onze software is vanaf nu AVG-proof voor de hele wereld.
Ja. Nou, dat is toch wel echt een mooie uitkomst. Los van wat je verder van die AVG vindt. Want er zit ook wel allemaal haak en oog aan misschien. Maar... Nou, of dat het veel koppig monster dan bestreden wordt, is een vraag. Maar het is in ieder geval een houding die... En ik zit op een telefoon te kijken. Het is niet omdat ik stiekem op Tinder zit. Maar ik krijg ook vragen door. Niet eentje is er eigenlijk, hè. En dat is eigenlijk die is een beetje half beantwoord al, maar hier, we hebben het nu even dat politieke element, dat vind ik belangrijk, dat gezamenlijk naar buiten toe. Maar dat persoonlijke, jij zegt, hoe kun je persoonlijk wapenen? En laten we zeggen, op alle fronten. A, door puur dingen niet te delen, maar ook je, wat zou voor jou de, of voor jullie de ideale houding zijn om, laten we zeggen, om te gaan met dit offensief, of zoals je het zou noemen, of deze ontwikkeling? Ja, ik denk dat ik wel wat dingen heb gezegd inderdaad over deautomatiseren en zo. Wat ik misschien twee dingen daaraan toevoegen, hebben we het ook over gehad. Wat voor mij heel erg belangrijk is, ook als je het hebt over autonomie, is de betekenis van dingen. Dus laat je niet een soort van piepelen door de cijfers zeggen het of de data zeggen het, maar... Weet je wel, we zijn talige wezens en betekenisgevende wezens. En ik denk dat we die betekenisgevende kant heel erg ook in onszelf moeten ontwikkelen en benadrukken ook. Het andere wat ik dan toch ook wel denk is, hè, we begonnen met die time cover en person of the year is you. En veel van die problemen komen ook erdoor dat we allemaal als individuen zijn aangesproken en geprofileerd en daardoor ook uit elkaar versplinterd. En ja, je moet het niet allemaal alleen willen doen. Dus ik denk dat ook van die digitale autonomie, als je, weet je wel, in je eentje van WhatsApp afgaan, ja, dat is echt een opgave die mag je niet van mensen vragen. Je moet mensen om elkaar verzamelen. Het is bijna ouderwets, hè? Dus voor een revolutie heb je toch wel wat meer mensen nodig. En ik denk dat autonomie wordt ook altijd ingevuld als iets, weet je wel, dat is van jou individueel en jij gaat het doen zoals jij het wil. En you are the person of yourself. Maar misschien moeten we autonomie ook denken als een... gedeeld iets wat je met elkaar dan probeert vorm te geven. Ja, en ik geef zo'n extra jaren 70 sausje overheen. Leuk. Zo van consciousness raising. Ja? Dat we ook gewoon moeten bespreekbaar met elkaar maken. Dat wij een soort onbehagen gevoel hebben bij iets. En dat we ook gewoon bereid zijn om dat gewoon aanspreekbaar te maken. Van wat zijn we allemaal aan het doen? Dat op individuele niveau. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat we politiek acties blijven steunen. Waarin de soort van wetgeving die je wel bij de AVG hebt zien dus, ontwikkelen. The person of the year is eigenlijk we. Heel mooi. Ja, we en de EU. Ja. Dat klinkt als een slotzin, maar ik wil nog een gelegenheid bieden voor één. Hoeveel vragen zijn er nog? Ja, daar is er nog één. Er is nog één. Ga ik toch nog heel even tussendoor zeggen terwijl jij aan het gooien bent. We. Goed. Oh! Zie dat gebeurt. Hè? Dat is frictie. Hè? Heel goed, heel goed. Maar als je zegt we, moet je ook vragen wie zijn er onderdeel van het wij? Want er zijn er altijd talloze die worden uitgesloten. Dus ik vind we moeilijk, maar misschien als dan een eerder opdracht, een soort van as of zo. Niet als een gegeven, als een opdracht. Nee, maar... Dan klets ik me heel snel uit. Hè? Dus, heel goed. De vraag. Ik heb een andere vraag. Hoe kan je een maatvoering doen in dit soort dingen? Ik ben per ongeluk dokter geworden en ik heb erg veel last van de AVG. Er vallen in Nederland 2000 medicatiedoden per jaar. En dat komt omdat ik geen idee heb wat u allemaal medicatie gebruikt. Ook niet als u nu vanavond op de eerste hulp komt. Geen idee. Google weet alles over mij. Facebook weet veel over sommigen hier. Maar als jullie vanavond door je dokter geholpen moeten worden, dan wordt dat helemaal dichtgetimmerd door allerlei wetten. En ik vraag me al heel lang af, hoe kan het nou dat de Eerste Kamer die in 2011 een goed patiëntendossier heeft afgestemd, wat heel netjes was geregeld. Maar dat ik mijn patiënten niet kan helpen, maar dat Google alles over mij weet. Hoe kan je die maatvoering doen? Hoe los je dat op? En hier heb je heel erg te maken met het betere is de vijand van de goede. Ja. En ik denk
wat ermee gepaard gaat, is ook de frustratie die u uit, is iets wat dan gewoon in heel veel verschillende contexten gevoeld wordt. Ja? Als om mee te doen, als je zeg maar binnen de lijnen te kleuren, ik dan dit en dit en dit en dit moet doen. Ja, wie doet dat? En dan is een soort van iedereen... Doet het allemaal, elk vinkje wordt keurig gezet, dus je mag helemaal niks. Ja, dan is het administratief goed dichtgetimmerd. Maar het leidt tot een verkeerde vorm van frictie en frustratie. Mm-hmm. Die op termijn dan het hele exercitie zou kunnen ondermijnen. Dus die maatwerk, ik bedoel, die is blijkbaar hard nodig. Want je moet dan... misschien een uitlaatklep. Ik weet niet wat de juiste metafoor is. Maar je moet gewoon genoeg... Je moet de menselijke maat vinden... waardoor we dat wel kunnen doen... en toch kunnen genieten van de voordelen die er zijn. Ja, maar dat klinkt... Ik vind wel, het is wel echt ambivalent. Een hele... Ja, het zo zeggen? Is het ook. Want ik heb ook in mijn achterhoofd het idee van... als we niet echt erbovenop zitten, voordat we weten... hebben we geen grip meer erop. Dus dat is wat het zo moeilijk maakt. Dus mensen hebben het heel streng dichtgetimmerd... om als we het nu niet streng dichttimmeren... kunnen we niks meer later... Is die grip weg. Maar is in Nederland niet zo dat alles zo dichtgetimmerd wordt... dat er dan weer ongelukken gebeuren? Kijk naar de toeslagenaffaire, doorgetimmerd te zijn. Maar misschien... dat het probleem daar Misschien is ook... Ik weet hier te weinig van... dus ik kan hier zeker geen oplossing voor geven. Maar ik denk dat het meer in het algemeen... zou ik hier ook op willen zeggen, we moeten misschien niet voor alles een oplossing zoeken in de data. Hè? Dus ik weet niet hoe het vroeger ging met het delen van patiëntengegevens en hoe bijvoorbeeld tot de jaren 90 mijn gegevens misschien tussen artsen konden worden opgezocht. Dan ben ik het andere ziekenhuis en zei ik, joh, ik heb die en die van je, kan je me vertellen dat die gebruikt? Oh, Pietje, ja, die gebruikt dit en dit en dit. En nu zeggen ze, oh, heb jij getekend een toestemmingsverklaring? Nee, jammer joh. Ja, en dat is een soort van, kun je volgens mij zien als inderdaad, omdat al die data er zijn, moet je ook veel meer gegevensbescherming daarop loslaten. Ja. Ja. Waardoor, hè, en dan heb je dus de bescherming, dat roept weer nieuwe dingen op. Net als dat de auto, het auto-ongeluk mogelijk heeft gemaakt. We structureren het probleem als een probleem die alleen met meer data opgelost kan worden. Ja, en misschien... zouden we ook, dan bedoel ik meer als maatschappij of als groepen die hier dan mee bezig zijn, dat je een andere mindset kunt denken van hoe kunnen we dit oplossen zonder dat we meer data moeten genereren of zonder dat we systemen moeten bouwen. En toevallig laatst was ik aan het praten met studenten over de corona melder. Ja, het was nog even van een jaar geleden. En toen hadden we het ook over het verschil tussen het in kaart brengen van zo'n pandemie en het willen controleren door een coronamelder. Of waar ze in andere landen veel meer hebben ingezet op bron- en contactonderzoek. Hè, ook een technologie met de telefoon, maar bijna analoog voelt het aan. Waarbij je met een formulier en gewoon honderden mensen, die honderden en honderden en honderden mensen gaan opbellen en napluizen. Kun je ook afvragen van... God, dus hè, mijn telefoonnummer wordt dan doorgegeven door iemand. Hoe zit het daar eigenlijk met de privacy? Privacy inbreuk. Maar hè, dat is een hele... Het doel dan anders. En ik ervaar ook dat je misschien iets moet doen met het doel. Want het gekke is, de enige die in al mijn medische dossiers zonder enige medeweten van de patiënt kan kijken, is de verzekeraar. Die mag zonder problemen op afstand in elk dossier van elke patiënt van jullie allemaal... Ja, die vertrouw ik het minst. ...kijken dat jullie gehad hebben. Die mogen het wel en ik mag het niet... Ja. Als ik een patiënt wil helpen. Ja. Ja. Dat, nou, daar zit dan... En ik vind dat dus vreemd dat als ik het doel heb iemand te helpen, dat ik het niet mag. En dat iemand die gewoon wil controleren of de verzekeringsgegevens wel kloppen, of die niet te veel betaalt, die mag het wel. En ik vind het, en kennelijk maakt de wetgever een onderscheid in doel. Want iemand die zijn geld wil controleren, mag het wel en ik mag het niet. Ja. En ik zou het doel graag willen omdraaien. Daar zit een ideologische component aan. En die heeft te maken met, die ook absoluut politiek is. En maar dat zou bijna een hele... zou leuk zijn voor de volgende avond. maar het is stof genoeg, inderdaad. Ik wil Joël en Mirjam hartelijk danken. Voor deze,
fijne discussie, kan ik het noemen. Zeker. Mijn gesprek. Ja. En u bedanken voor uw aandacht en de mensen die thuis hebben meegekeken ook voor hun aandacht. Dank u wel en tot de volgende keer. Kan ik toch nog... Gesloten? Hij is al gesloten.